Gas als energiebron ondersteunt voorlopers die investeren in energieinnovaties op hun eigen bedrijf door monitoring. In het project Monitoring meten onderzoekers de energieprestaties van nieuw aangelegde installaties. Door deze onafhankelijke monitoring komen de energieprestaties goed in beeld. Met deze data en met de adviezen kunnen ondernemers de prestaties van hun innovaties verder optimaliseren. Zo borgen we dat de installaties optimaal kunnen worden ingezet voor het besparen van energie. Jullie zijn bij tomatenkwekerij van der Belt, Klaas van der Belt. We telen hier losse tomaten van het ras Avento. Dat doen we op dit bedrijf sinds 2007. De kas is vierzijdig opgelegd, een vrij dichte kas. En we kwamen er eigenlijk best wel snel achter dat vooral in de maanden januari, februari dat de kas erg dicht was. En vocht regelmatig aan de hoge kant werd. Dat gaf wat problemen met bladrand en na die tijd botrytis. Nou, wat doet het systeem? Het is eigenlijk een slurf. Aan de gevel zit een kast met een grote ventilator erin, met een klep. Die ventilator kan maar één stand aan of uit. En met die klep die is regelbaar. Die pakt buitenlucht, binnenlucht en die is eigenlijk modellerend. Ik ben Feye de Zwart en ik werk bij Wageningen UR Glastuinbouw op het gebied van kasklimaat en energie. En ik ben bij dit project betrokken vanwege de monitoring van de prestatie van het luchtinblaassysteem wat hier gebruikt is. Het belangrijkste kenmerk van het systeem is dat er onverwarmde lucht wordt ingeblazen. En dan is natuurlijk de grote angst altijd dat daardoor allerlei temperatuurverschillen in de kas ontstaan. Daarom hebben we in deze kas metingen gedaan naar de temperatuurverschillen in de diepte van het pad. En ja, we waren blij om te kunnen constateren dat daar echt geen sprake van is. Er zijn natuurlijk altijd temperatuurverschillen, maar die temperatuurverschillen werden niet veroorzaakt door de ventilatoren. Een andere eigenschap waarin dit systeem erg afwijkt van een heleboel andere systemen is dat de lucht van bovenaf wordt ingeblazen. Dat betekent dat de slurven boven in de kas hangen en die leveren natuurlijk lichtverlies. Dat wil je natuurlijk eigenlijk niet, maar omdat het maar één slurf per 15 paden is, valt het uiteindelijk erg mee. We hebben hier gemeten en het lichtverlies was minder dan 1%. We hebben het systeem aangeschaft vooral voor de botrytisdruk. Dat was toen een van de speerpunten. In 2012 heb ik eigenlijk zonder botrytis kunnen telen. Heel makkelijk. 2013, 2014 heeft er ook meer de nadruk gelegen om toch ook energie met het systeem te kunnen besparen. Dat is ook wel aardig gelukt. In het rapport kwam ervoor dat we 6% besparen konden met systemen. Nou, dat denk ik ook dat het wel een goede conclusie was. Ja, in principe is het systeem afgeschreven en ja, ik denk dat ik nog jaren een goed ontvochtingssysteem aan heb. De conclusie van de monitoring op dit bedrijf is dat het blazen van buitenlucht via slurven boven het gewas een heel goed toepasbaar systeem is, vooral voor oudere kassen, omdat het makkelijk aan te brengen is en zelfs zonder verwarming goed kan werken.